Een hele goede morgen. Ik ben Sam de fles aan het geven. Niels is met Jordi op pad, want die moest naar de tandarts. En ik ga zo de kindjes aankleden en mezelf aankleden. En dan ga ik bloed prikken voor mijn gastric bypass vitamines en alles te laten gaan checken. Want die moet ik, ja, dat moet ik gewoon nog doen. Jordi is bij de tandarts geweest. En hij had 10 tandjes boven en 10 tandjes onder. Hij was helemaal compleet, zei de tandarts. Ik heb net even een broodje gegeten, want ik heb bloed geprikt en daarna gelijk even naar de winkel geweest. Toen werd ik net gebeld dat ik weer terug moest, want ze waren een buisje gegeten. Nou, dus ik weer gauw terug. En dan zit ik op de stoel eventjes. Joef! Dan zit ik op de stoel eventjes, want ik zit eigenlijk een beetje... Ik moet even herrie maken. Ja, Niels gaat herrie maken. Ik zit even te wachten op Sam wanneer hij de fles wil. Maar tot nu toe heeft hij nog geen aanstalten gemaakt dat hij hem wou. Dus nou, ik ga zo even opruimen hier. Vaatwasser doen en zo. En want ik heb de kindjes ook al fruitje gegeven, dus ja. Dus er zit er allemaal al in. Ik heb mijn eigen tentje nu. Joe! Eventjes Sammetje de fles geven. Ik heb net een kozijn al geschilderd en een gedeelte van een deur. De andere kant moet nog. En Niels heeft de voordeur geschilderd en die gaat nou het grote paneel doen waar de spotjes in zitten. Maar ik doe eerst eventjes Sam de fles geven. Niels geeft ondertussen de kindjes hun brood. En ja, dan gaan we dadelijk weer verder. Jordi ligt lekker in zijn tentje. Ja, tentje. En dan gaat hij dadelijk naar bed. Zijn broertje ligt er al in. En hier slaapt er ook alweer eentje. Dus mama is weer slaapverwekkend. Oh, het is grijs. Ja, dat is wel wilde. Onze voordeur heeft ook een beetje oppimping gekregen. Die heeft Niels gedaan. En Joefie, die zit hier bij de kindjes. Onze kleine kindje zit bij de kindjes. Eruit. Balletjes in de maakjes. Met spinazie en aardappeltjes. Mama, wat ben je aan het doen? Ik ben Liam aan het etteren, want die ettert ons ook de hele tijd. Maar je ettert hem nou niet. Hier! Hier, vuilak! Altijd als je net bevallen bent van een baby, dan moet de kraamhulp, die is verplicht om tegen jou te beginnen over het shaken baby syndroom, is dat toch? Ja, we hebben nog nooit de video gekeken. Nee, bij Jordi wilden ze al de video laten zien, want we hadden de couveuse nazorg bij Jordi, omdat Jordi een maand in het ziekenhuis gelegen had na zijn geboorte. En zeiden we al van, nee, gaan we niet doen. En bij Liam begonnen ze er al over. En toen zeiden wij al van ja, we hebben bij Jordi nooit geschud. Dus dan gaan we dat Liam ook niet doen. En bij de derde, toen zei ze ja, zegt ze, ik moet erover beginnen. Ik zeg ja. Ja, zegt ze, heb je de video al ooit eens gezien? Ik zeg, ik niet. Ik zeg, ik ga hem ook niet zien, ook niet. Toen zei ze van oké, zegt ze. Ik ben erover begonnen. Dan zet ik daar erop. Ja. Dus, maar dat gaat dus in ieder geval dat je een babytje niet te hard mag schudden en dat soort dingen. Omdat anders hersenletsel en alles kan gebeuren. Dat is wel een heel serieus iets hoor. Als je bijvoorbeeld een huilbaby hebt, dan kan je uit frustratie, zou je dat wel eens kunnen doen, onbewust. Maar gelukkig hebben wij dat tot op heden niet gehad. Want als ik gefrustreerd raakte, neemde Niels het over en andersom. Dus wij hebben eigenlijk altijd wel... Ja, anders lopen we weg.
Wat zeg je? En anders lopen we weg, we laten hem maar huilen. Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Dan legde ik gewoon het kind in de box neer en dan liet ik het gewoon huilen en dan ging ik even mijn was doen. En daar, als de zolder klaar is, sluiten we ons op de zolder en dan laat alles maar janken. Ja, dan laten we gewoon alles janken en dan ga ik gewoon boven zitten. Maar het is wel echt een serieus iets, daar wil ik wel eventjes benadrukt hebben. Het is echt, het gebeurt echt. En... Ja, wij hebben gelukkig niet van die hel-baby's. Nee, nee. Ja, ik kan me best voorstellen dat het best wel stom vervelend kan zijn. Ja, wij hebben alles af en toe zoiets van, hè, dat we echt dat hebben. Maar wij hebben geen huilbaby. Ons kind huilt alleen als hij honger heeft en die kunnen klok kijken. Ja, ze zijn eigenlijk alle drie wel makkelijk. Alleen met Jordi hebben we een keer een rondje gereden. Ja, we hebben één keer ooit in de auto een rondje gereden en dat was met Jordi. Ja. Maar dat laten we ook zo. We gaan ook niet zomaar in de auto stappen. Maar ik ga even verder met het eten enzovoort. Ik moet ook nog even was aanzetten. En dan, papa blijft even bij de kindjes. Straks hebben we dit dus geschilderd. Maar bij ons wordt bijvoorbeeld die muur wordt ook grijs, een donkerdere grijs. Dus dat betekent, ik heb een grijze tafel, ik heb dit dadelijk grijs, of ik heb dit al grijs. Ik heb de voordeur grijs, ik heb de muur dadelijk grijs. Dat is gewoon 50 Shades of Grey in huizen Pittens. Toch Niels? Nee. Hou je ook van 50 Shades, Niels? Nee, ik hou van blauw. Hou je van blauw? Hij heeft in ieder geval blauwe lampen. Er zijn geen roze, maar blauwe. Alle drie de kindjes zijn lekker gedoucht en Liam was zo moe. Hij wil zijn flesje hebben. Dus Liam heeft lekker zijn flesje gekregen. En die gaat zo dadelijk dus lekker naar bedje toe. En ze zijn gewoon alle drie lekker weer frips en fruitig. Want mama heeft met ze gedoucht. Ja. Kan papa weer gaan schuren? Papa kan gaan schuren. Oké. Okay. Ja. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Sammetje krijgt de fles. Deze twee doerakken hebben al de fles gehad. Jordi ga ik zo dadelijk pas aankleden, want om 9 uur komt de fysio. Jordi zo! Nee, je zeurt! Om 9 uur komt de fysio en dan moet Jordi oefenen, maar hij heeft iedere keer poepbroeken. Dus dan kan ik hem beter maar op het laatste moment even omkleden. Dus dat ga ik zo doen. Vandaag gaan we weer klutsen. Klutsen? Klussen! Oh, ik dacht ik krijg een lekker eitje. Nee. Mama heeft het te druk daarvoor niet eens. Dus dat gaan we doen. En ja, laat de dag maar weer beginnen.
Wij zijn al de hele tijd aan het klussen. Dit raam is zover klaar. Er moet nog een vensterbankje op. Maar die hebben we hier allemaal al staan. Morgen gaan we texen. En alles weer een beetje aankleden hier. En mijn ouders zijn nu op bezoek. Jordi is met speelgoed aan het gooien. Mijn moeder komt dadelijk eventjes een rolgordijn op maat knippen. Want dat kunnen wij niet. Daar zijn wij niet zo goed in. En dat doet zij dus voor ons eventjes op maat knippen voor boven op zolder. Zodat dat ook uiteindelijk opgehangen kan worden. En ja, dat is dus waarom mijn ouders hier zijn. Maar eerst eventjes met de kleinkindjes knuffelen. Natuurlijk, zeg maar. Hè? Met de kleinkindjes kunnen. Wij hebben vandaag een hele schilderdag erop zitten. Nee, we zijn nog aan het schilderen. De laatste laag over de grote deuren gaan nu op de grote achterdeuren, laat ik het zo zeggen. Die gaat er nu op. En ja, dat is gewoon de laatste laag. En dan hebben we beneden in de woonkamer eigenlijk alle kozijnen enzovoorts geschilderd. Hè, Sammy? Ja. Hebben we gewoon alles geschilderd, hè? Ja. Ja. Ik ben ook wit. Ik heb geknoeid. Maar ja, dat is dus wat we gedaan hebben vandaag. Ik heb niet veel gefilmd, maar ja, dat is wel hoe het zit. Ik ga ook bij deze ups en dan afsluiten, want ik heb niks met te filmen eigenlijk. Ik heb nog steeds reclame voor mijn raam hangen, maar als het goed is, is dat morgenavond weg. En ja, is dat eigenlijk een beetje wat we vandaag nog doen, wat ik net verteld heb. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende keer.